Vandaag een antwoord op de tweede vraag van Marleen. Marleen heeft eergisteren iets heel vreemds ervaren. Eergisteren was het net als de voorgaande dagen was het extreem warm. Marleen had het zelf ook extreem warm. Er was niet echt sprake van kou of iets dergelijks. En op een gegeven moment, wat zag Marleen? Ze had gewoon kippenvel. Kippenvel is toch een reactie op kou? Een manier van je lichaam om warmte vast te houden, dacht Marleen. Hoe kan het toch dat ik nu met deze extreme hitte, en ik heb het zo warm, dat ik kippenvel heb? Dus de vraag van Marleen vandaag is, hoe kan dat? Hoe kun je kippenvel krijgen bij warm weer? Nou, Marleen, wat is kippenvel? Kippenvel is het gevolg van het samentrekken van spiertjes in je huid, waardoor de haren op je huid rechtop gaan staan en je dat relief, zeg maar, wat zo kenmerkend is aan kippenvel, wat dan ontstaat. Dus de bobbeltjes op je huid. Dat ontstaat als gevolg van aanspanning van spiertjes in jouw huid. Dit is normaal gesproken, dit aanspannen van klietjes in je huid is een reactie op kou inderdaad. Maar er was geen kou eergisteren. En toch had jij eergisteren kippenvel. Hoe kan dat dan? Nou, normaal gesproken is het zo dat er de hele dag door afvalstoffen gevormd worden in je lijf. Die afvalstoffen die moeten verdund worden, die moeten geneutraliseerd worden en die moeten afgevoerd worden. Je lichaam heeft meerdere wegen om afvalstoffen af te voeren, waaronder via je huid middels transpiratie. Afvalstoffen worden naar tussenweefsels, steunweefsels verplaatst en vervolgens ook onder andere via transpiratie, via je poriën, worden jouw lijf uitgewerkt. Wanneer kan dit niet zo goed plaatsvinden? Het afvoeren van afvalstoffen richting de uitgangen, waaronder je huid, middels transpiratie. Wanneer er een vochttekort dreigt te ontstaan in jouw lijf. Je lichaam is voortdurend bezig met overleven en probeert te overleven door een evenwicht genaamd homeostase in stand te houden. Dat evenwicht het hangt samen met je bloedsuikerspiegel, je bloeddruk, het vochtgehalte in je bloedbaan, zuurtegraad in je bloedbaan, de osmolariteit in je bloedbaan en het zuurstofgehalte in je bloedbaan. Zodra dat evenwicht niet heerst en verloren dreigt te gaan, is prioriteit van je lijf dat evenwicht te bewaken, te herstellen waar mogelijk. Dit betekent dat wanneer er een vochttekort dreigt te ontstaan in jouw lijf, in jouw bloedbaan, dan zal je lichaam er alles aan doen om vanuit weefsels daaromheen vocht aan te trekken, om dat ideale vochtgehalte, wat die homeostase in jouw overleven garandeert, om dat weer te kunnen herstellen. En zal er ook alles aan doen om stoffen weg te plaatsen die dat evenwicht verstoren. Met als gevolg dat ten tijde van een dreigend vochttekort de vochttoevoer naar je onderhuidse bindweefsel absoluut niet plaats zal vinden. En dus transpiratie ook niet plaats kan vinden. De bloedtoevoer naar je onderhuidse bindweefsel zal niet plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de doorbloeding en de vochtdoorstroming richting je huid af zal nemen zodra er een vochttekort dreigt in jouw bloedbaan. Wanneer er ergens geen bloed naartoe stroomt en geen vocht naartoe stroomt, dan kan de temperatuur al daar niet geregeld worden. En als gevolg daarvan kan bijvoorbeeld jouw huid kan extreem warm gaan worden, extreem heet. Met als gevolg, Marleen, dat als jouw huid extreem heet wordt, als gevolg van een vochttekort in jouw bloedbaan, stress in jouw lijf en daardoor een verslechterde doorbloeding van je onderhuidse bindweefsel en het onttrekken van vocht daaraan, dat dan de buitenlucht, die echt wel heel warm was de laatste dagen,
opeens koud kan gaan aanvoelen omdat jouw huid zo heet is. En dan kan dus kippenvel ontstaan. Kunnen die spiertjes als reactie daarop, die spiertjes in je huid, gaan aanspannen. Dat wil zeggen, Marleen, en dat is niet zo mooi, dat het feit dat jij met dit warme weer kippenvel hebt gehad, dat dat een dreigend vochttekort in je lijf betekenen. Dus ga met name daarop richten om dat vochttekort de komende dagen wel weer aan te vullen graag.